Oké. Het is mij een voorrecht dat ik hier vandaag kan staan om dat prachtige rapport inderdaad aan jullie te presenteren. Ik werk bij het UMC Sint-Radboud en ik zit ook in de kerngroep van de SIG Oer, de Special Interest Groep Oer. Die hebben bedacht dat dit trendrapport er moest komen. En we hebben maar als subtitel meegegeven: Open Online Onderwijs breekt door. En zometeen daarover meer. Ik wil eerst eventjes naar de hele crew, want dit rapport is geschreven met zo'n 22 mensen en 3 redacteuren. En ja, toch even wie er is. Ga even staan. Kijk dan. Dankjewel. Zometeen meer over hoe jullie in gesprek kunnen komen met alle auteurs, want dat is vandaag ook voorzien. Het was een heel creatief proces, dat wil ik even voorop stellen. We zijn bij elkaar gekomen op een gegeven moment met de auteurs van het vorige trendrapport en gezegd van ja, dit moet opnieuw, dit gaan we nog een keer doen. We hebben daar onderwerpen bedacht en vervolgens zijn we gaan schrijven, auteurs erbij gezocht en dat is eigenlijk best een feestje geworden. Er is heel veel creativiteit losgekomen en iedereen die op de diverse congressen in de wereld is geweest heeft ook prachtige informatie mee teruggenomen. En dat hebben we dus nu gelukkig kunnen bundelen in een trendrapport. Nog even ook dank aan een paar andere mensen. Monique Jansen voor de eindredactie, Paul Creton en Cecilia Wilms voor de vertaling, Vincent Ariens en Koen Jacobs voor de online boekomgeving en de app die gemaakt is. Paul Eversdijk ook voor de app en de vormgeving en Jean-Marie Kremers voor de logistieke coördinatie. Het is wel heel veel wat je nodig hebt om zo'n boek te maken, maar dan staat er ook wat. We hebben een Nederlandse en een Engelse uitgave. Daar zijn we ook heel blij mee dat we dat in het Engels kunnen verspreiden. We hebben gemerkt ook inmiddels al aan diverse blogs en tweets die er rondgaan, dat we op diverse werelddelen al worden geciteerd. Dat is erg leuk altijd om mee te maken. Ook de online boekomgeving is nieuw dit jaar. Eerder gedaan door de SIG voor de digitale leer- en werkomgeving. En dat werkte erg mooi, erg goed. Het trendrapport van 2012 is hier te zien, maar ook van 2013. Dus dat is eigenlijk een kennisbank aan het worden die op diverse manieren geraadpleegd kan worden. En ik zou zeggen, kijk er eens rond. En als dat nog niet genoeg is, dan hebben we ook nog een iPhone-app. Die kun je ophalen bij iTunes. En dan kun je dus ook op je mobiel of je iPad gebruik maken van het trendrapport. Op deze adressen kun je het downloaden. Ik zal zo meteen die slide nog een keer laten zien. Een heleboel artikelen. Dit kunt u niet lezen, maar dat hoeft ook niet. Want het trendrapport heeft u gekregen en dat is voor in de kleine uurtjes. Dat is veel leuker. Maar het gaat er eigenlijk wel om dat het een veelheid aan onderwerpen is. En we waren zelf nogal verrast dat er zoveel verschillende trends te onderkennen waren. En we zijn best wel kritisch geweest van wat is nou een trend en wat is een eendagsvlieg. En dit zijn toch dingen waarvan we zeggen, ja, dat zijn wel de onderwerpen die echt iets gaan doen. Of die al bezig zijn om vaste voet aan de grond te krijgen. Daar ga ik even met u stapsgewijs doorheen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik het allemaal ga samenvatten, maar even kort wat lijnen. Open onderwijs breekt door en dat is op diverse fronten eigenlijk. En wat ook opvalt, het is wereldwijd. Het is niet alleen in één van de landen, twee van de landen of 10 van de landen. Het is eigenlijk wereldwijd. Wat heel erg duidelijk was in 2012, dat was het jaar van de MOOC. En ja, eigenlijk is 2012 het jaar geworden waarin die MOOCs, die Massive Open Online Courses, enorm zijn doorgebroken. Heel veel klandizie hebben gekregen, veel publiciteit. Maar waarin ook al, nou ja, de eerste barstjes misschien te zien zijn geweest van er is een MOOC geweest waar het niet zo goed werkte. En die ging toevallig over online onderwijs ook nog. Er is een MOOC geweest waar de docent op een gegeven moment zei van ik vind het niks, deze vorm van onderwijs. Ik hou ermee op en zoek het maar uit. Er zijn wat kwaliteitsproblemen geweest, er zijn wat technische problemen geweest. Ja, veel enthousiasme, maar het is natuurlijk nog lang niet uitgereikt. Het is een trend en ja, we zullen wel zien waar het gaat eindigen. Wat ook heel veel voorkomt is dat het effect van wij ook gaat optreden. En dat mensen dan gaan zeggen van wij willen ook een MOOC, maar eigenlijk weten we niet zo goed waarom. Waar doen we dit voor?
erg interessante processen om gade te slaan. De invloed van durfkapitaal, investeerders, dat is een hele nieuwe. En onderwijs is niet alleen meer voorbehouden aan de klassieke universiteiten en hogescholen. Onderwijs is ook nu iets wat gefinancierd wordt door durfkapitalisten. En die willen natuurlijk ook daar iets van terugverdienen. Nou, die verdienmodellen, nieuwe verdienmodellen, die zijn natuurlijk ook erg verstorend voor de hele markt van het hoger onderwijs. Dus niet meer alleen voorbehouden aan diegenen die er al jarenlang op opereren. En dan zie je ook dat er eigenlijk verschillende soorten en opvattingen over het begrip open gaan ontstaan. Want open, ja, als je kijkt naar de OER-beweging, die eigenlijk al jarenlang bezig is om te zeggen van onderwijs moet meer open. Die hebben gezegd van, nou ja, we hebben heel veel materiaal, waarom delen we dat niet met elkaar? En waarom zorgen we er niet voor dat je dat dan ook zelf mag veranderen, aanpassen aan je eigen context, aan je eigen cursus die je daarmee wil geven. En ja, dan deel je dat weer. Dat is een klassieke vorm van open en er zijn veel, laten we zeggen, hardcore OER mensen van het eerste uur die zeggen van, dat moet ook zo blijven. Maar bijvoorbeeld de MOOCs en de durfkapitalisten die erachter zitten, die zeggen van ja, wij geven het wel open weg. Je mag er zo in, maar je mag het niet veranderen. Dat kost dan weer geld als je dat zou willen. Dat is een verdienmodel. Dus ja, daar zitten allerlei varianten aan vast. En dat is ook een marktontwikkeling die op dit moment toch heel erg zorgt voor een verstoring in wat we gewend zijn. We zullen er wel meer van horen. Ander belangrijk punt in 2012 was de Verklaring van Parijs. Daar heeft de UNESCO een verklaring opgesteld na een uitgebreide consultatieronde in de hele wereld van dit is open onderwijs, dit zijn zaken waar je eigenlijk aan zou moeten committeren als regering als je je daar warm voor wil maken en zet alsjeblieft die handtekening. Alle regeringen hebben die dingen bestudeerd en gekregen en ook de meeste zijn inmiddels aangesloten bij die verklaring. Het is een heel belangrijk moment geweest, jaren van voorbereiding wel. En daarmee is ook gelijk de rol heel duidelijk van instellingen als de UNESCO, die dus ook al jarenlang bezig zijn geweest met het promoten van open onderwijs. Ook de OECD is daarmee bezig geweest en in de gemene best ook de Commonwealth of Learning. Nou, je ziet ook beschreven in het trendrapport dat de rol van die instellingen erg belangrijk is geweest en nog steeds belangrijk zal blijven waarschijnlijk. Ook in de EU. Daar is een ministersconferentie geweest in het najaar, Opening Up Education. En dat is ook eigenlijk de nieuwe kreet die past bij de komende 6-7 jaar als het gaat om de grote onderwijsveranderingen en onderwijsbeleid in de Europese Unie. Ik denk dat vanmiddag daar wel meer over gezegd gaat worden nog. Maar ik wil hem even noemen als markeringspunt en zeker ook in internationale context erg belangrijk dat Europa zich nu daar ook warm voor gaat maken en aan een inhaalslag begint. Het eerste deel van de hype is voorbij. Dat is ook een van de kreten die de redactie heeft gezegd in de inleiding van het trendrapport. Maar wat betekent dat eigenlijk? Welke hype gaat het over? Er is natuurlijk al jarenlang open onderwijs en er is ook al heel veel geëxperimenteerd met open cursussen en met andere vormen van open materiaal. Maar dat het eerste deel van de hype voorbij is, zit hem voornamelijk in de bekendheid die het eigenlijk in 2012 en ook dit jaar gekregen heeft door die geweldige boom die de MOOCs hebben gegeven. Daardoor is de bekendheid enorm toegenomen. Daardoor zijn steeds meer mensen gaan toetreden tot die markt van open onderwijs, zowel als student, maar ook als docent. De belangstelling is gegroeid bij iedereen die advies geeft over onderwijs, bij colleges van bestuur, et cetera, bij regeringen. En ga zo maar door. Ook het bedrijfsleven laat zich niet ongemoeid. Ja, het is gewoon een punt dat alles steeds vaker op de agenda staat, ook in Nederland. Als je kijkt naar Nederland, er is een onderzoekje gedaan, Oer-Hollands Landschap is de naam waaronder het gepubliceerd is. Dan is duidelijk dat de meeste instellingen nog in de fase van de oriëntatie zitten, beleid maken, de eerste schreden zetten. En er zijn een aantal instellingen die ook wat verder zijn, die echt aan het pionieren zijn met MOOCs of al langer bezig zijn met open onderwijs. Maar het is duidelijk dat de trend ook in Nederland aanslaat. We kunnen ook niet achterblijven natuurlijk. De Special Interest Group Oer, dat vinden we zelf eigenlijk wel een heel leuk eikpunt ook in de tijdlijn. We hebben ondanks het markeringspunt van 500 leden op LinkedIn, 400.
400 leden op LinkedIn weten. Ja, ik ben optimistisch. Hè? Nou, vandaag gaat het weer groeien. Dus weten te bereiken. En dat is heel erg hard gegaan. Dat zijn dus ook voor het overgrote deel, ik denk dus dat er 20 buitenlanders zijn, het overgrote deel mensen uit het Nederlands taalgebied. En de belangstelling is erg groot, de discussies zijn erg levendig. En je ziet ook dat daar erg veel gebruik wordt gemaakt van de informatie die we doorgeven via het kanaal. De nationale media zijn erin gesprongen, kranten, webbloggers. Openheid is de sleuteltrend in het onderwijs geworden. Niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld het Horizon Report geeft dat aan. Wat je nou ziet ook, het eerste deel van de hype is voorbij, dat we komen van de fase waarin het niet alleen pioniers meer zijn, maar ook veel early adopters. En dat betekent dat nu de fase aanbreekt waarin het model een beetje kan worden fijn geslepen, kan worden gerijpt, meer kwaliteit, afstemming en borging. En dat zal nog wel een poosje duren, misschien wel 5 tot 10 jaar. Er komt een verschuiving in het landschap, steeds meer studenten treden toe. Het zijn niet alleen meer docenten die daar een rol spelen, heel veel self-learners, dus ook mensen die al een diploma hebben en nog iets willen bijleren op latere leeftijd bijvoorbeeld. Steeds meer aandacht voor onderwijs op maat en eigen voorkeuren daarin, verschillende leerpaden. Steeds meer aandacht ook voor de mogelijkheid om hybride onderwijs te maken, dus gedeeltelijk op de instelling en gedeeltelijk als open materiaal. Nou, dat is erg interessant, want dat betekent ook dat er allerlei vormen van leernetwerken kunnen gaan ontstaan. De lerende is ook participant geworden in het onderwijs en niet alleen meer consument. Het gaat nu ook om kennis delen en het creëren van kennis. En je ziet een enorme schaalvergroting. Die verschuivingen zijn heel duidelijk. Een aantal kanttekeningen, kritisch. Zeker als je kijkt naar de Massive Open Online Courses. Daarvan wordt vaak gezegd, zeker door de critici, die zijn didactisch arm. En we zouden toch toe moeten naar didactisch rijk materiaal. Eigenlijk ontbreken didactische modellen nog volledig of voor het grootste deel. En wetenschappelijke onderbouwing is er eigenlijk ook al niet veel. Er is een soort tegenstelling ook tussen zelfsturend leren, wat door veel mensen wordt nagestreefd als het gaat om open leeromgevingen, en de heel strakke aanpak die je hebt in de MOOCs. He, binnen een week moet je dat gedaan hebben en het kan alleen maar volgens die route en de volgende week het volgende module, et cetera. Aandacht voor certificering en accreditatie wordt gelukkig steeds meer en groter, want dat moet ook. Anders dan heb je leuke online cursussen, maar wat is het waard in de praktijk? Kun je daar ook iets mee? En als dat eenmaal loopt, die certificering en die accreditatie, dat de punten worden gegeven voor die dingen, dan kun je ook van losse cursussen naar trajecten toe. En ook die trend zie je duidelijk aftekenen, maar nog heel erg in de kinderschoenen. Andere kanttekening is dat de invloed van het durfkapitaal ook zorgt voor een bepaalde vorm van monetarisering in het onderwijs. En is dat nou zo fijn? Moeten we dat eigenlijk wel willen met z'n allen? En ook de rol van de klassieke instellingen staat een beetje ter discussie. Want waar gaat het heen? Op welke manier geef je over 10 jaar je onderwijs als universiteit of hogeschool? En er zijn ook heel nieuwe toetreders op de markt die behoorlijk andere dingen doen. Heel veel nieuwe mogelijkheden en toepassingen, ook gesignaleerd in het trendrapport. Er zijn veel nieuwe doelgroepen, nieuwe onderwijsaanbieders. De co-creatie wordt opgezocht, niet meer in je eentje. En bijvoorbeeld ook de invloed van de enorme hoeveelheid data die wordt verzameld in die open cursussen. Het gaat om heel veel heel veel studenten die daar aan meedoen. Dus die dataverzameling die geeft ook de mogelijkheid om nu eens goed met analyses daarop te gaan kijken van doen we nou het juiste in dit onderwijs? Kunnen we het verbeteren? Op welke manier kunnen we learning analytics daarvoor inzetten? En natuurlijk ook het mobiel leren, dat is een duidelijke die nog zeker wat groter zal worden. Deze step ik even apart aan. De rol van de bibliotheken en de uitgevers. Bibliotheken komen steeds sterker in beeld. Uitstekende trend. Domeindeskundigen als content curator, die helpen om docenten dat materiaal beter te gebruiken en te ontsluiten, maar ook voor het verspreiden van OER. En de uitgevers, ja, ze doen mee, mondjesmaat. In Amerika misschien sterker dan hier al. Ze kunnen ook niet anders, maar het is nog wel een grote mismatch tussen de onderwijswereld en de uitgeverswereld. Daar zitten andere verdienmodellen al onder en de vraag is ook, hoe open is open? Die discussie moet gevoerd worden en daar kunnen we niet omheen. Krijgen we woelige jaren? Nou, trendwatchen is niet hetzelfde als de toekomst voorspellen. Dus ik ga, ga me niet wagen aan een voorspelling. Maar we zijn wel de kritische massa voorbij. En op een aantal punten zou je kunnen zeggen van verstorende innovaties, die zullen steeds meer vaste voet aan de grond krijgen. En blijvende innovaties blijken te zijn. Gaan we naar een inhaalslag in Europa, in Nederland?
Ik hoop het wel. Het is nodig. We hebben andere maatschappij, andere onderwijsmodellen. En ja, je moet toch kijken op welke manier je dat meer duurzaamheid en veerkracht kunt geven. Openheid is een keuze. In het trendrapport ook een aantal intermezzo's. Ik ga ze niet opnoemen, maar ik wou nu even een intermezzo doen. Een hele korte. 2012 was het jaar van de MOOC. Dat was natuurlijk een leuk succes, maar het heeft het hoger onderwijs ook een beetje wakker geschud. Kritisch wakker geschud. Is dat nou zo goed, hoe het nu gaat, die MOOCs? Is dat nou het model waar we naartoe moeten en ook waar we in Europa en Nederland naartoe moeten? Er zijn op internet veel commentaren geweest door bloggers. Ik heb daar het op gegoogeld en ik heb die commentaren op een rijtje gezet voor u. Even in een kaleidoscoop. Niet als steekwoorden, maar als plaatjes. Er zijn heel veel plaatjes verschenen, erg leuke plaatjes. En dit is eigenlijk de vraag die centraal wordt gesteld. Je ziet heel veel dierfiguren. Je ziet ook dat de Duitse een iets andere invulling heeft gekregen als de Engelse. De onderdelen worden wat anders benoemd. Is het een kans of bedreiging? Ja. Ja, ja. Het is aan u. Denkt u er maar eens over na. Lokken MOOCs ook kuddegedrag uit omdat ze zo groot zijn misschien? Ja, ja, ja. Wie weet. Is het een verstorende innovatie? Sommige mensen denken van wel. En moet je nou meedoen of moet je niet meedoen? Het is de vraag. En dit is echt een open poster, want hier mag u de naam van uw eigen instelling invullen. Menselijk onderwijs is gewenst, roepen velen. En ook dat is ook weer heel mooi weergegeven door wat kunstzinnige uitingen. Komt er een nieuw type docent? Wie weet. Misschien zo. Komt er een nieuw type student? Ook dat is mogelijk. Krijgen we een ander soort collegezaal? Volgens deze meneer wel. De MOOC als kunstvorm, ook geïntroduceerd. We hebben bedrijfskleding inmiddels. MOOC in de koffie. Daar is die. En de vraag didactisch arm of didactisch rijk. Ja, je kunt daar heel lang over bezig zijn. Het geeft te denken. En dat is eigenlijk de afsluiting van de introductie van het trendrapport. Maar we zijn er niet klaar mee. Wat er nu komt is eigenlijk een open marktplaats waarbij u live in discussie kunt gaan in de ruimte hiernaast met de auteurs, vragen stellen. En er zijn ook wat presentaties hier in de zaal. Robert, jij kan daar meer over zeggen? Ja.